En op je kont. Goed, dames en heren, wij... En Suzanne. Dan kan je mooi demonstreren zo meteen. Goed, mensen, we gaan het tweede uur beginnen met biologie. En ik zie het nog niet bij iedereen liggen, dus dat mag je op de bank pakken. Wouter. Helemaal niks? Kijk je bij de buurman mee eens, boek? Ja, weet ik. Het wordt bekend inderdaad. Ik heb je nog gebeld. Goed, als wij allemaal zover zijn. We hebben het gisteren gehad over de bouw van het hart. Hè. Dat hebben we in het schema op het bord gehad. Je hebt vandaag een stukje daarover gelezen en je hebt opdrachten erover gemaakt. Eerst om te beginnen iemand die een vraag heeft over het stuk wat je hebt gelezen. Nee, nou de opdrachten komen zo bij je terug. Ja, als je het niet snapt. Nou, dan gaan we daar gelijk naartoe. Je zou voor vandaag maken de opdrachten die bij basisstof 4 hoorden. Dus die mag je voor je pakken. Eerste opdracht op 6, bladzijde 136. En die hebben we gelijk knipblok bij nodig. Dus dat is de eerste die we even gaan bespreken. Ja? Nou, je hebt gezien het plaatje in het knipblok. Daar hebben gisteren al een aantal mensen mee geholpen ook, hè? Dit ding. We hebben vandaag een echt hart meegenomen. Dat wil zeggen, nog steeds niet helemaal echt, maar wel een echt model. We zullen straks aan de hand van dit hart ook wat dingen aanwijzen. En dan, zoals je weet, volgende week met practicum, Django. Ja, ben je zover? Volgende week met practicum, dan gaan we naar het echt hart kijken. En dan gaan we ook de onderdelen terugzoeken. De tekening die we gisteren op het bord hadden, die was heel erg schematisch. Deze lijkt wat meer op het ding wat we hier zien. Dus ze komt wat meer overeen met de werkelijkheid. Nou, gisteren zeiden al een paar mensen, nu kan ik helemaal de bloedvaten niet meer vinden. Maar je zult je toch langzaam moeten aanwennen. Nou, je moet eerst zoeken wat is links, wat is rechts. Als je dat weet, kun je altijd indelen. Boezemkamer, als je dat weet, dan moet je gewoon weten welk bloedvat komt er uit de rechterkamer, welk komt er uit de linkerkamer. En dan kan je vervolgens alles gewoon invullen. Ja, we gaan gewoon de nummers af. Gaan we kijken of je het goed hebt kunnen benoemen en dan gaan we kijken of je het goed hebt kunnen inkleuren. Ja. De eerste, Matsiach, wat heb je daar benoemd? Aorta. Ja, prima. Ja, dus die komt uit de linkerkamer, hè. Dat is eigenlijk het eerste wat je gaat zoeken en dan vind je 1 de aorta. Dat is goed. Nummertje 2, Richard. De rechterboezem. Ja, de rechterboezem. Hè. Dus een sprongetje weer naar de andere kant, dus de rechterboezem. Nummer 3, Dwayne. De linkerkamer. Dat is goed, de linkerkamer. En nummertje 4, Joël. Dat is de longader, hè? Die komt in de linkerboezem uit, dus de longader. Als iemand te snel gaat, moet je even een seintje geven. Nummer 5, Marco. Onderste holle ader. Ik moet zelf even zoeken. Ja, de onderste holle ader. Die komt binnen in de rechterboezem, hè? We hebben gisteren gezegd alleen de holle ader. Nou, we hebben eentje die komt van onder, dus de onderste holle ader. En we zullen straks zien, we hebben ook eentje die komt van bovenaf. Nummer 6, Martijn. Longslagader. Ja, prima. Die komt uit de rechterkamer, de longslagader. Stephanie, nummer 7. De bovenste holle ader. Dat is ook goed, hè? Dat is die andere bovenste holle ader. Komt in dezelfde boezem uit. Dan nummertje 8, Charlotte. linker hartkleppen. Nummer 8 zijn de rechts of links? Linker hartkleppen. Andere kant. Oh ja, sorry, het nummer 8 staat aan allebei de kanten. Ja, klopt. Zijn de hartkleppen. Ja, ik kijk precies naar de andere. De kleppen die tussen de boezem en de kamer in zitten, dat noemen we hartkleppen. Die hadden we gisteren niet op het bord, maar die moet je zo kennen. Dan nummertje 9, Suzanne. Linkerboezem. Dat is goed, de linkerboezem. Nummer 10, Django. De rechterkamer. Ja, prima, de rechterkamer. Nummer 11, Claudia. Ja, dat is ook goed. Dat stuk ertussen, hè, dat helemaal dicht is, dus de hart tussenwand. En als laatste nummertje 12, Felike. Halve maanvormige. Ja, goed. De halve maanvormige kleppen. Die kleppen hebben we gisteren nog niet gehad, hè. De kleppen tussen de boezem en de kamer, die heten de hartkleppen. Die heb je zowel rechts als links. Gaan we zo ook nog even kijken als we kijken naar de werking van het hart. De kleppen aan het begin van de slagaders, dus zowel aan de longslagader als aan de aorta, dat zijn de halve maanvormige kleppen. En die kunnen we straks met practicum ook zien. Nou, even naar het ding in werkelijkheid. Als je met practicum ook een hart voor je neus krijgt,
Altijd gaan we eerst zoeken naar wat is rechts, wat is links. Nou, dat kun je ook zien aan de dikte, daar zullen we straks even op terugkomen. Dit is de linkerkamer, dit is de rechterkamer. En dan kun je ook zien, de bloedvaten hier, die zijn gekleurd ook in de kleuren zoals jullie het ook hadden moeten doen. Deze komt uit de rechterkamer, blauw gekleurd, dus de longslagader. Dus kijk even in je tekening of je die de goede kleur hebt gegeven. Zuurstofarm bloed. Die rode die komt uit de linkerkamer, dat is een grote aorta, zuurstofrijk bloed. En aan de achterkant zie je wat in de boezems erbij komt. Nou, die zijn rood, dus die komen van de longen af en de linkerboezem terecht. En we hebben hier eentje aan de onderkant, hier eentje aan de bovenkant. Die komt in de andere boezem terecht. Dus dat zijn de holle aders. Ja? Kan de kamer open, maar dat doen we zo eens bij de volgende opdracht kijken. Want dan kunnen we zien hoe die van binnen uitziet. Ja? Goed, iemand vraag je over deze opdracht nog? Cheryl? Mijn hart ook zo groot. Wat denk je? Ja, nee. Nee, het is kleiner hoor. Mensenhart is ongeveer zo groot als een vuist, iets groter als een vuist. Ja? Dit is dus gewoon een groter model. Ja, en een kippenhart wat we straks zien, dat is echt maar zo klein, dus dat is een stuk kleiner. Ja, dat is een beetje, nou, dus de pomp hè, die in je lichaam zit, dus hoe groter het lichaam is, hoe meer die moet pompen, hoe groter ook het hart is. Ja, een mensenhart is niet zo groot. Ja? Inkleuren en de pijltjes bij die opdracht, bij iedereen gelukt? Alles wat aan de linkerkant zit rood kleuren, wat aan de rechterkant zit blauw. En de pijlen hebben we gisteren ook op het bord gehad, hè, hoe het rondstroomt. Nou, iemand die daar nog een vraag over heeft? Mocht dat zo zijn, loop ik zo langs, kom ik wel even kijken. Gaan we verder met opdracht 7. Waar in ons lichaam vinden wij het hart? Bouke? In het midden. In het midden, ja. Maar in welk midden? Bij mij is het midden ongeveer hier. Zit daar mijn hart? Nee. Waar zit het wel? In het midden van de borstholte. Ja, in het midden van de borstholte. Iets naar links onder het borstbeen. Ja, dat is helemaal volledig. In het midden in de borstholte, iets naar links onder het borstbeen. Nou, welke bloedvaten zitten aan het hart vast, waaraan zuurstof en voedingsstoffen aan het hart zelf worden gebracht? Kasper? De kransslagaders. Ja, dat is goed. De kransslagaders. Als ik dus naar het hart zelf kijk, Kasper, de kransslagaders, zijn het die blauwe of die rode? De rode. Ja, dat is goed. De kransslagaders, dat zijn de eerste aftakkingen van de aorta. Dat was het rode ding, hè. Die gaat naar alle organen. Nou, het eerste orgaan waar die naartoe gaat is het hart zelf. Het hart krijgt geen bloed van binnenuit, alleen maar van buitenaf. Dus het komt hier, dit komt ook meteen er vandaan. En die rode dingen inderdaad zijn de kransslagaders. Want ze zijn zuurstofrijk en ze brengen voedsel. Ja. Hoe heten die dingen waar de koolstofdioxide en de afvalstoffen weer mee worden weggevoerd? Stacy? Bij vraag 3? Ja, prima. Dat zijn de kransaders. Ja, slagaders brengen het heen, aders weer terug. Dat zijn dus die blauwe dingen die hier aanstromen. Dat zijn de kransaders. Dan moest je invullen bij vraag 4. Welk deel van het hart heeft de dikste wand? Een boezem of een kamer? Sandra? De kamer. De kamer. Dat is goed. En waarom? Ja, die moet het vers pompen. Hè? Daarboven staat een stukje tekst. Hoe dikker het is, dat hangt af met hoe ver het bloed rondgepompt moet worden. Nou, de boezem die pompt het alleen maar de kamer in. Ja, de kamer pompt het vervolgens ofwel naar de longen ofwel de rest van het lichaam in, dus veel verder. Ja, dus de boezem heeft een veel dunnere wand dan de kamer. Dat is goed. Dan kunnen we ook nog verschil maken tussen de kamers onderling. Hoog hier, welke heeft de meest dikke wand? De linkerkamer, want die moet een grote bloedsomloop doen. Die moet een grote bloedsomloop doen, ja. Dus die moet het veel verder wegpompen. Ja, dat is goed. Ja, heeft iedereen dat in de gaten? Hoe harder je moet pompen, hoe dikker de wand. Nou, als we dit hart, dat is het mooie van het model, dat kunnen we ook openmaken. Dus we halen gewoon een stukje ervan af. En dan kunnen we in de kamers kijken. Nou, dan zie je ook, dit stukje was de linkerkamer, hè? De punt onderaan, dat is links. En dit is de rechterkamer. Nou, als ik de wanden met elkaar vergelijk, aan de linkerkant en aan de rechterkant, dan zie je dat deze veel dunner is dan die. En dat kun je straks in het echt ook heel mooi zien. Deze moet veel gespierder zijn, want het bloed moet rond het hele lichaam door. Tot in mijn tenen, tot in mijn vingers. Nou, van hieruit hoeft het alleen maar naar de longen. Dat is eigenlijk vlakbij, hè? Het hart ligt in de borstholte, de longen ook. Dus dit hoeft helemaal niet zo hard te pompen. Nou, dus die is veel dunner dan die. Boezems zijn nog veel dunner, want het enige wat daardoor moet is het bloed moet van hier tot in de kamer stromen. En dat doet het al bijna vanzelf. Zal ik nog verschil hebben tussen de rechter en de linker boezem? Ellen, wat wand betreft? Maakt het uit in afstand wat die beide boezems moeten pompen?
Nee, ik denk het ook niet, hè. Deze gaat naar die kamer, die gaat naar die kamer. Dat is even ver. Dus de boezem, links en rechts, daar zit geen verschil in, hè. Die is even groot. Nou, de boezem kan ook open. Dat kun je ook zien. Dit is nog een kleine, dunne wand. Is ook niet zo rood, is ook niet zo gespierd. Dus kan ook niet zo hard pompen. Nou, het laatste wat je nog aan kan zien is dit witte hier. Ik weet niet of het goed te zien is. Dat zijn de hartkleppen die hier tussen zitten. En je ziet hier aan de onderkant, bij de longslagader in dit geval, dan zie je de drie. Dat zijn er ook precies drie halve maanvormige kleppen zitten. Ja, die zitten dus alleen maar aan het begin van de slagaders. Ja, zullen we zo even kijken hoe ze werken ook. Goed, laatste opdracht was opdracht 8. Het schema wat je in moet vullen daar. En die was misschien lastig. De kleine bloedsomloop en de grote bloedsomloop. Die moest je doen, hè, aan de hand met het plaatje wat op de vorige bladzijde stond. Dan gaan we eens kijken of het is gelukt. De kleine bloedsomloop, Shairo. Rechterkamer, longslagader, longen, longader, linkerbloedsomloop. Helemaal goed. Ja. Nog een keertje. Rechterkamer. Ja, de afspraak is gewoon een bloedsomloop begint daar waar de pomp begint. Dus dat is altijd in een kamer. Rechterkamer. Nou, dan gaan we gewoon volgen. Rechterkamer, waar gaat het bloed heen? Het bloed gaat naar de longslagader. Nou, komt dus vervolgens in de longen terecht. Gaat met de longader weer terug. En komt uiteindelijk uit in de linkerboezem. Ja, altijd aan de andere kant van het hart. Dwayne, heb je hem gesnapt ook of gezien? Rechterkamer, longslagader, longader en dan? Nee, je vergeet er eentje. Rechterkamer, longslagader. Waar gaat de longslagader heen? Longen, longader, linkerboezem. Wat is de functie van de kleine bloedsomloop, Dwayne? Voedingsstof en zo. Nee, weg uit. Nee, waar gaat hij nou naartoe? Even rustig nadenken. Naar de longen. Naar de longen. Wat is dus de functie? Wat gaat hij doen? Zuurstof. Ja, wat? gaat hij brengen? Nee. Nee, gaat hij? Halen. Bijna. Zuurstof halen. Wat gaat hij wegbrengen? Afvalstoffen. Nee, nee, nee. Kleine bloedsomloop. Wat brengt hij weg? Wat adem jij vervolgens weer uit? Koolstofdioxide. Oké, goed. Dus hij haalt zuurstof op en hij gaat koolstofdioxide wegbrengen. Dat is de functie van de kleine bloedsomloop. Grote bloedsomloop. Quinten. De linkerkamer. Dat is goed. Linkerkamer. Aorta. Aorta. Organen. Alle organen, ja. Holle aders. Holle aders. Dan de rechterboezem. Prima. Dan zijn we het rijtje weer rond. Ja, dus we beginnen in de linkerkamer, we beginnen weer in de kamer. Dan krijgen we de aorta, lichaamsslagader. Dan alle organen, dus het hart, maag, darmen, noem maar op, alles wat ertussen zit. Vervolgens de holle aders. En tenslotte kom ik uit in de rechterboezem. Ja? Oké. Okay. Wie een vraag over dit stukje? Shairo. Je zegt dat de voedingsstoffen worden opgehaald bij de kleine bloedsomloop. Dan gaat hij naar de longen toe? Er worden geen voedingsstoffen opgehaald bij de kleine bloedsomloop. Waar worden ze wel opgehaald? Bij de grote. Waar zou je ze ophalen? Bij de dunne darm. Bij de dunne darm. Prima. En dan? Dan gaat het naar de organen toe en dan gaat het af en dan gaat het weer terug. En dan gaat het weer terug, ja. Afvalstoffen brengen weer terug. Dus dan moet eerst altijd langs de dunne darm? Ja. Om op te halen komt hij langs de dunne darm en dan gaat hij voedingsstoffen ophalen. Naar boven gaat dan? De bovenste ader. Wat die doet? Ja, maar die gaat naar boven toe. Ja, dat klopt. Dus je moet ook eerst naar beneden toe, naar de dunne darm. Ja? Ja, in de dunne darm gaat hij voedingsstoffen ophalen. Dan moet hij in dit geval, hebben we gisteren gezien, dubbele bloedsomloop, moet hij door het hart heen. En dan kan hij vervolgens door de longslagader en kan hij overal terechtkomen waar hij wil. Ja? Dus als soms bloed vanuit de dunne darm naar jouw tenen moet bijvoorbeeld, dan kan het zijn dat het met een hele omweg gaat. Hè? Gaat hij van de dunne darm, komt hij in de holle ader terecht, moet hij het hele hart door, moet hij naar de longen, nog een keer het hele hart door. En dan pas kan hij naar de tenen toe. Ja, maar er komt nog als we straks bloedsomloop gaan doen. Martijn, nog een vraag of niet meer? Oké. Okay. Goed, dan gaan we kijken op basisstof 5, de werking van het hart. En pak maar even bladzijde 137 erbij. Daar staan bij afbeelding 11 drie plaatjes op. Nou, ik ga ze even met jullie bespreken. Dan kan je ze straks in de tekst teruglezen. En bij de opdracht moet je het zelf ook invullen. Hoe werkt het hart? Nou, het eerste wat er gebeurt, we gaan gewoon kijken naar één hartslag. Het eerste wat er gebeurt is gewoon bovenin. Die twee boezems die erop zitten, dus rechts en links, die gaan tegelijk samen knijpen.
Ja, het gebeurt altijd tegelijk, rechts en links, want anders krijg je een heel ongeregeld soortje, alles door elkaar. Dus één bloedsomloop, dus het is ook van belang dat je één pomp hebt die gewoon werkt. Het eerste wat ik doe is de boezems die samentrekken. Nou, als de boezems samentrekken, wat gebeurt er dan, Suzanne? Waar gaat het bloed heen? Naar de kamers. Ja, prima. Het zakt allemaal onder de kamers in. Ja, dus dat betekent voor die kleppen die hier tussen zitten, open of dicht? Open. Ja, dus het moet van de boezem naar de kamer, dus de kleppen zijn op dat moment open. Nou, wat gebeurt er dan? Daarna gaan de kamers samentrekken, dus die hieronder zitten. Die kunnen veel krachtiger samentrekken, hebben een veel dikkere wand. Nou, als de kamers samentrekken, waar gaat het bloed dan heen, Tim? Naar de aders. Welke aders? De aorta en de longslagader. Ja, dus noemen we dat een ader of een? Slagader. Ja, slagader. Hè. Gaat van het hart af, is een slagader. En dan gaat dus inderdaad de longslagader in hier en de aorta in hier. Ook allebei tegelijkertijd. Hè. Kamers trekken tegelijk samen en dan gaat het de slagaders in. Tim, de hartkleppen, die dingen, zijn die open of dicht op dat moment? Dicht. Die zijn dicht. Ja, we hebben gisteren gezien die kleppen die hangen als het ware een beetje op die manier. Als het bloed van de boezem de kamer ingaat, nou, het zakt er gewoon doorheen. Als het vervolgens teruggaat, dus als de kamer samentrekt, dan klappen die kleppen tegen elkaar. En dat past precies. Ja, als je kleppen goed sluiten, en bij een gezond mens is dat zo, gaan ze echt helemaal dicht. En het bloed kan dan niet meer van de kamer naar de boezem. En dat wil ik ook niet, want anders gaat het precies de verkeerde kant op. Hè. Daar kwam het net vandaan, dan zou het weer teruggaan. Ja, dus dan klapt het van onder er tegenaan, klappen de hartkleppen dicht. Ja? Dan hebben we nog een moment, dat noemen we de hartpauze. Dan gaat alles ontspannen, de boezems en de kamer. Nou, het bloed zat in de slagaders en het enige wat er dan nog gebeurt is, het bloed stroomt het lichaam door naar de longen en naar alle andere organen. En dan gaan die halve maanvormige klepjes in werking. Wouter, wat zullen die doen op het moment dat het hart in pauze is? Die gaan dan open. Zullen ze open gaan, die hier tussen zitten? Nee. Waarom niet? Omdat er ook geen bloed daarheen hoeft. Nou, niet hoeft, zelfs niet. Kan. Nou, zelfs niet mag. Waarom mag het niet hier doorheen? Waar komt het dan weer in terecht als het hier weer doorheen zou gaan? Hij komt weer in de longen. Nee. Als het, waar gaat het naartoe? Stel dat we hier de longslagader ingaan. Waar gaat het heen? Gaat naar de longen toe. Oké, gaat naar de longen toe. Waarom mag het niet weer die kant op? Want waar zou het dan naartoe gaan? Oh, weer terug naar het hart. Dan gaat het weer terug naar het hart. Ja, en dat wil ik niet hebben. Ik wil, het is eenmaal weg, dus ik wil ook zorgen dat het weg blijft. Dus die kleppen, dat zijn er precies drie, die werken ook op dezelfde manier. Dat kan je ook straks bij het echte hart heel mooi zien. Dat zijn ook van die halve maanvormige dingen, een soort zakjes. Als het bloed daarin terugzakt, dan werkt het precies andersom. Dus van de bovenkant, dan zakken ze tegen elkaar aan, zakt het dicht. En als je kleppen goed werken, komt dus ook geen druppeltje bloed doorheen en gaat het allemaal richting de longen. Ja, misschien ben je wel eens in het ziekenhuis geweest, heb je wel zo'n onderzoek gehad waarbij een dokter met zo'n stethoscoop, weet je, aan je borst voelt. Nou, wat zo'n dokter dan doet is inderdaad luisteren naar je hartslag, maar ook luisteren naar het dichtslaan van de kleppen, want dan kunnen ze dus horen of jouw kleppen goed dichtgaan. Eerste wat je hoort is dus die kleppen hier die dichtgaan. Op het moment dat de kamer samenknijpt, hebben we gezegd, gaan de hartkleppen dicht. Nou, dat geeft wat we noemen een harttoon. Een arts die daarin geoefend is, die kan dat horen. Of dat goed klinkt of dat het niet goed klinkt. Het tweede, dus wat vlak erachteraan komt, is als het hart in pauze is, dan gaan die kleppen dicht. En dat gaat weer met een klap, die slaan dicht. En dat geeft weer een harttoon en dat kan de arts dus ook horen. Ja, dus met zo'n stethoscoop kun je luisteren, kun je horen of iemand zijn kleppen goed sluit of dat het niet het geval is. Ja? Goed, dat is de hartslag. Dan hebben we er eentje gehad. Nou, je hart slaat een keer of 60 per minuut. Dus dat betekent dat die hele ceremonie, dat gaat elke minuut 60 keer. Merk je niks van, hoef je ook niks voor te doen. Een gezond hart doet het gewoon vanzelf. Ja? Goed, vragen over het hart, hoe het werkt of hoe het in elkaar zit. Nee? Nou, dan gaan we... Ga je zo eerst de opdracht maken die bij basisstof 5 hoort. Die kijken we denk ik aan het eind van de les nog wel even na. Het hele schema overschrijven in dit geval, dus niet alleen de woorden die je in moet vullen, omdat je gewoon even een korte samenvatting voor jezelf maakt. Als je die gedaan hebt, kun je planning zien, hè? Dan gaan we naar basisstof 6, dan ga je kijken naar een hartinfarct. Wat is er aan de hand bij iemand die een hartinfarct heeft? En mocht je daarmee zijn, dan kan je weer nog een stukje verder. Ja, kijken we even hoe ver we zijn, kijk aan het eind van de les even de opdrachten. Hè?
Ja, als ik in beeld ben, dan kom je gelijk op Filip. Ja. Nou, misschien beginnen? Terwijl, ga ik beginnen? Ja? Wat u net zei, als de klokken dicht zijn, dan zijn de maatvormige dingen toch open. Als welke kleppen dicht zijn? Die? Ja. Ja, als die dicht zijn, dan zijn die open. Ja. Ja, maar dan zijn we op dit moment, hè. En dan krijg je één moment daarna. Als er dus hard pauze is, dan gaan die weer open. En dan gaan vervolgens die dicht. Ja. Ja? Nee, ik dacht dat het anders was. Dat ik het anders zei? Ja. Nou, kijk, kijken we straks terug op de video. Nee, kijk, wat er in ieder geval eerst gebeurd is. Deze gaan open, kan het bloed naar beneden. Nou, dan zijn die nog dicht. Vervolgens gaat de kamer samentrekken. Dan gaan die open en dan gaan die dicht. Want anders kan het bloed weer terug. En uiteindelijk in de pauze, dan zijn die open en dan zakken die dicht. Dat is in ieder geval zoals het moet zijn. Ja? Ja? Oké. Okay. Als er mensen zijn die nog vragen hadden over die opdracht en het knipblok, of niet zeker weten of het goed is, dan kom even een seintje geven. Kom even kijken. Een seintje. Een vinger in de lucht. Wat voor deze? Ja. Even kijken hoor. Deze, dit is de andere holle ader, hè? Dus dat betekent ook in blauw. Die komt daar vandaan. En waar komt die uit? Ja, die komt uit alle organen uit het lichaam. De onderste holle aderen, dat wil zeggen alle organen die onder het hart liggen eigenlijk. Die komt van alle organen af die boven het hart liggen. Ja, van het hoofd enzovoort. Nou, dat komt bij elkaar in één boezem. En dan gaat het weer die naar de ene long, die naar de andere long. En dan komt het, hier heb je eigenlijk hetzelfde verhaal. Hè? Kijk, hier komt het weer binnen. Heb je rode pijltjes gemaakt. Maar ook hier. Ik heb nu alleen maar blauw. Dat zou ook een rood pijltje moeten zijn. Hè? Ja, die komt van die long weer binnen. En die komt van die long weer binnen. En dan komen ze in die boezem. En dan het lichaam weer door. Ja, eens? En hier was er nog één. Jango. Hierzo, klopt het dan met die vlakjes? Want zo gaat. En daar gaat het toch hierheen en daarheen? Ja, dat klopt. En want waar gaat het dan ook alweer heen? Nou, jij? Hoe heette het ding? Longader. Nee, bijna. Ja? Hoe heette die? Longslagader. Oké, okay. Dus waar gaat die heen en waar gaat die heen? Naar de longen toe. Ja. Nou, hoeveel longen hebben we? Twee. Oké, okay, dus eentje gaat naar de ene, eentje gaat naar de andere. Ja, en jij laat ze nu samen weer terugkomen hier, hè? Dat is op zich niet fout. Maar als je goed kijkt naar die, dan zie je dat je er ook twee hebt, hè? Dus hier één en daar één. Dus die gaat daarheen en die andere gaat waarschijnlijk hierheen. Ja? Dan gaan ze dus even de longen voorbij en daar langs. Ja? Oké. Okay. Ja, bij opdracht 9 hele zinnen maken, hè? Dus gewoon even heel de opdracht opschrijven. Pas op. Wat komt er? Wat had je? Woordjes gedaan. Nee, maar het wordt voor jezelf een goede samenvatting hier. Als de polsslag. Het samentrekken is net als de polsslag. Ja? Ja. Als jij je hart voelt, hè, bijvoorbeeld hier, dat tikken,
Nou, elke keer dat je het voelt, dan knijpen de kamers samen. Ja, ja. Want die zijn het sterkste. Dus die boezem samentrekken, dat voel je helemaal niet. Hartpauze gebeurt er niks, voel je ook niet. Dus de hartslag die jij voelt, dat is op het moment dat de kamers samentrekken. Ja, dus dat voel je als je polsslag. Ja. Nee, 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 dat is precies mogelijk. Hè. Je moet bovendien die woorden invullen. Oh ja. Oh ja, niet gelezen. Ja. Niet gezien. Ja. De hartkleppen zijn dan wel dicht. Wanneer? Je zegt, samen trekken van de boezemstrekking, samen hier, dus dan bloed in de kamers. De hartkleppen zijn dan dicht. En kan het bloed dan nog de kamers in? Nee. Nee, ik heb hier dus ook. Er hoort in principe hierbij, hè, de eerste plaatje. Uh-huh. Ja, dus ze gaan van, dat zijn, het zakt er gewoon vanzelf door, dat gaat vanzelf open. Leuk microfoontje. Interessant, hè? Moet maar aan wennen aan dat ding. Doen we de laatste 5 minuten, ja? Optreden. Ja. Maar je hebt wel gezien dat je zelf ook in beeld staat, hè? Ja. Ik kan dus precies zien wie er niet op zit te letten. Ja, dat is je polsslag, hè? Want wat voel je dan eigenlijk? Welke van die drie? Deze denk ik voel. Dat is verschillend. Welke voel je nu? Kan je die voelen, denk je? Dit is het samentrekken. Oh ja, nee, dit is samentrekken. Ja. Ja, kijk, dit is samentrekken van de boezem. Nou, dat voel je niet. Dat is maar een heel klein beetje. Dit is pauze, voel je niks. En als de kamers samentrekken, dat gaat zo krachtig. Nou, dat is wat jij in je pols kan voelen. Of in je nekken. Dat is als het samentrekt. Ja, of daar, ja, als je hart voelt kloppen. En dat voelen kloppen, dat is... Dan gaat het niet goed. Ja, dat klopt. Dan kan je het voelen. Maar dat is hetzelfde, dan voel je elke keer dit moment. Dus elke keer dat die kamer samen trekt, dat kun je dus voelen als je ook hoofdpijn hebt, als het klopt, noem maar op. Ja, ja, kan. Als je een blessure hebt of zo. Ja. Uit de stroomt het bloed in de. Je mag hieruit kiezen, hè? Ja, dat weet ik. Je krijgt het uit de hollenaders en de longaders stroomt het bloed in de. Ja, dat is goed. En dat ook al in de kamer. Ja, nou, perfect. Ja. Ja, want die kleppen die zijn vanzelf open. Je ziet het hier de boezems in gaan. Nou, dan gaat het vanzelf ook de kamer in. Voor je hele zin in hier? Even voor jezelf? Ja, dat moet. Want dit wordt gewoon een samenvatting van eigenlijk de hele paragraaf. Dus even voor jezelf invullen. Ja. Nou, ik zou Maatje ook niet geloven. Bij 8. Even kijken. Dat is toch hierna voor de hartpauze uit dan? Ja. Kijk, we hebben zo holle aders en longen. Ja. Ja, holle aders en longaders. Er stroomt het bloed in dan. Nou, als het uit de holle aders en longaders is goed. Dus als het inderdaad eruit stroomt, waar komt het dan in het hart in terecht? Ja, in de boezem. Nou, oké, prima. Dus in de boezems en al gedeeltelijk in de? In de kamers. Ja, dat kan je ook zien hier, hè, tijdens de pauze. Omdat die kleppen gewoon open zijn, die werken weer omlaag. Dus als het in de boezem zakt, zakt een deel gewoon er vanzelf doorheen. Ja, dan zakt gewoon de kamer in. Ja, dus dat is prima. Uit de holladers en longaders stroomt het hart door de boezem en het gedeelte van de kamer. Ja, dat zijn diezelfde kleppen, die staan zo, dus die houden niks tegen nu. Dus op het moment dat het in de boezem zakt, zakt vanzelf een deel er gewoon doorheen. Ik snap hem.
Bij zelf bedenken. Maar kijk, dan is het toch geen zin meer. Dit samentrekken is te merken als de... Nou, je mag hier ook kiezen. Polslag, ja, als je polslag invult en dan punt. Dat kan toch niet? Jawel, waarom niet? Dat is toch geen zin. Dit samentrekken is te merken als de polslag. Ja, ja. Hoe zou je het willen formuleren dan? Doe ze een beter Nederlands. Als de polslag beweegt of zo, dan moet er iets achter. Nee. De polslag op zich, dat is gewoon iets wat er gebeurt. Ja. Je kunt ook zeggen dat samentrekken is te volgen als de hartslag. Dat is goed. Nou ja, je kan bijna anders invullen. Ja, maar dat is hetgene wat je voelt, wat je hoort. De kleppen zijn dan toch open? Dat zijn toch... Maar bij de tweede? Ja, bij de tweede. Hartkleppen zijn dan toch open? Ja. Anders kan het bloed niet doorstromen. Kijken, en bij 6? Ja, de benen. Ah, als je serieus werkt, mag je ook op beeld. Die kunnen wel. Je kan niet net doen of het er niet is. Hè? Dan ga je alleen maar serieus doen. Ja. Twee manieren. Ik heb maar één. Ja. Deze bij deze. Die regio natrekken de boezems samen. Ja. Zijn ze niet anders? Deze? Nou, wat is ja. Ja, ja, dat klopt. Nou, je kan je eigen pijlen volgen. Als dit dus samentrekt, die, waar gaat het bloed dan dus vanzelf heen? Ja? Prima. Nou, moet jij... Dat is goed. En de slag. Nee, toch is ja, en hij kan dus niet die kant op, omdat de kleppen dicht gaan. Kun je baasstof 6 ook al aan? Dus die erna komt, hè? Ja? Ja, dan kan je gewoon doorwerken. Ja, ik denk het wel. Kunnen we wel wat rekenen. Hier zo. Halve maal voor van kleppen zijn dan toch dicht. Wanneer? Direct daarna trekken de... Maar ja. Direct daarna trekken de kamers zich samen. Hier is stroom van bloed in de long, slagader en aorta. Dit samentrekken is te merken als de polslag. Ja? De hartkleppen zijn dan dicht. Halve maal voor de kleppen zijn dan... Nou, wat zou je die maken? Zie je, hè? Die fase. Ja, ja, ja. Nou, dit ben ik met je eens. Wat is het nut van die hartkleppen die dicht zijn? Waarom zijn ze dicht? Nou, er hoeft toch geen bloed doorheen? Nou, er hoeft. Er mag zelfs mag geen doorheen, hè? Nee, want anders zou het weer terug gaan de boezem in, hè? Nou, halve maan voor mijn kleppen. Wat moet daarvoor zijn? Moeten die dicht of moeten die open zijn? Oh, die moeten... Open. Ja, want waar zitten die? Die zo ergens, volgens mij. Ja, precies. Dat zijn ze. Ja. Nou, die zitten zo aan het begin van de slagader. Dus als ik die dicht doe, dan kan ik pompen wat ik wil. Maar dan kan het bloed nooit de slagader in. Hè? Dus die gaan vanzelf open. Die zitten open. Dan gaat dat. Ja? Oké. Okay. Die zagen ik niet. Nee, ik wil ja. Blijf maar stift. Hé, hey Martijn, er staat nog steeds niks. Invullen.
maar een beetje zenuwachtig. De stoffen die aan de lichaam. Nee, maar waarom voel je het nou niet? Nee, maar dit, niet met 10 beginnen als je die nog niet af hebt. Hè? Ja, die gaan we zo nakijken, oh, dat is wel handig. Maar wat je hier hebt zien staan, dat kan je daarin terugvinden. Nee, niet alles. Jawel, dat kan je hem ook invullen. Nee, je moet kiezen uit die woorden, wat hier staat. Nou, dat lukt je toch best? Ja. Oké, dan. Dat is toch niet zoveel Martijnse schrift. Ja, dit is voor de film. Gaat hij ons bij geen film doen? Dat moet zeker komen. Hoe zijn we? Nee, ja, eerste uur. We krijgen een lastig man. Ja. Kan je maar aan één kant voelen? Ja, kijk, ik kom hier niet echt vinden. Daar ergens. Wat zijn jullie nou aan het maken? Je kan ook in je nek voelen. Ja, daar voel ik hem wel. Dat is wel. Het is voelen van jou. Ik kan hem wel voelen, hierboven daar. Ik heb hem. Ja? Zeker weten of niet? Jawel, nee, ik echt niet. Ah, dan kan je dus in principe gewoon ook voelen hoe vaak je eigen hart slaat per minuut. Ja, want dan hebben we een beginbel dus als oefening. Ja, dan moet je oefenen. Ja. Maar je mag, dat begin ook wel. Je mag nooit met je duim voelen, want dan slaat hij ook in. Je moet altijd met je andere vingers voelen. Maar als je maar aan één kant goed voelt, dat is helemaal niet erg. Wat je ook kunt doen is dus hier voelen. Als je gewoon een plek hebt gevonden. Hé heren, we zijn nog niet aan het basketballen. Nee, nog niet. Na de... Even denken. Goed, na de repetitieweek. We moeten eerst repetitie doen. Daar krijg je ook een biocijfer voor. Ja, maar dat doen we samen, hè? Gym en bio. Nee, dat wordt niet gefilmd. Nee. Goed, dames en heren, je mag even voor je pakken opdracht 9. Want ik heb met rondkijken gezien, iedereen heeft hem ongeveer af. Dan kijken we die even na, ronden we dit stukje af en dan gaan we morgen verder met het hartinfarct. Maar we gaan eerst even kijken of het jullie gelukt is. Je moest hele zinnen opschrijven hier. Dit stukje is natuurlijk een prima samenvatting straks van de paragraaf. Je hebt de plaatjes erbij. En als je het goed hebt ingevuld, dan heb je eigenlijk gewoon begrepen hoe het hart werkt en hoe het in elkaar zit. Ja, dus mensen die bij basisstof 6 zijn, ook even terugbladeren naar basisstof 5. En dan gaan we even de zinnen af. Claudia, wil jij beginnen? Samentrekken van de boezems, wat wordt dat? Nou, je mag gewoon de eerste zin doen. Dan gaan we gewoon zin voor zin. Ja, prima. Boezems trekken samen, bloed stroomt in de kamers. Is goed. Als iemand wat anders heeft of snel gaat, even vinger omhoog. Hè? Nummertje 2, Claudia. De hartkleppen zijn open. Ja, op dat moment moeten de hartkleppen open zijn. Hè? En dan nummer 3, Felike. Ja, halve maanvormige kleppen zijn op dat moment dicht. Hè? Die houden het bloed tegen dat het niet weer terug kan zakken. Dan, volgende fase noemen we het samentrekken van de kamers. Charlotte, wat is nummertje 4? Direct daarna trekken de kamers zich samen. Dat is goed, ja? Hierdoor stroomt het bloed in de longslagaderen. Een aorta. Ja, dat is prima. Maar eentje, in de longslagader en in de aorta. Dan nummer 5. Het samentrekken is te merken als... Marco, wat heb je daar ingevuld? De polsslag. Ja, dat is een mooie zin van jou. Het samentrekken is te merken als de polsslag. Ja, de polsslag, dat kun je dus inderdaad in de pols voelen. Elke keer dat je dat voelt, op dat moment trekken de kamers samen. Ja, ik begreep dat jullie bij gymnastiek al wel eens hadden gedaan. Als je je gaat inspannen, dan heb je natuurlijk een polsslag die langzaam steeds omhoog gaat. Dat gaan we nog doen met het proefje ook. Dan nummertje 6. Wat geldt als de kamers samentrekken voor de hartkleppen, Joël? De hartkleppen zijn dan dicht. Ja, prima. De hartkleppen zijn dicht. En wat geldt voor de halve maanvormige kleppen, Joël? Ja, halve maanvormige kleppen zijn open. Dat is goed. Dan de hartpauze, die komt eraan, achteraan. Jessie, wat geldt er voor de hartpauze? Ja, prima. Uit de longaders en de holle aders stroomt het bloed gedeeltelijk in de boezems.
En omdat die kleppen openstaan, het zakt gewoon door de zwaartekracht ook voor een deel in de kamers. Ja, dus het gaat, komt er vanzelf in uit. Wat geldt er voor de hartkleppen op dat moment, Richard? De hartkleppen zijn open. De hartkleppen zijn dan open, dat is goed. En Maatsia, de halve maanvormige kleppen zijn? Dicht. En waarom zijn de halve maanvormige kleppen dicht als laatste? Omdat het bloed niet voortijdig niet voortijdig terugstroomt. Waarom zijn de halve maan voor mijn kleppen dicht? Waar mag het niet weer terug in? En in welk deel van het hart zou het terechtkomen? In de kamer. Prima. Halve maan voor mijn kleppen zijn dicht, anders komt het weer terug in de kamer. Martijn, als laatste. Zin 8. De hartpauze uit de longaders en de holle aders. Stroomt het bloed in de boezems en al gedeeltelijk in de kamers. Ja? Goed, iemand een vraagje over dit stukje nog? Nee, dan gaan we inpakken. Oh ja, voor jullie geldt het niet hè, dat je gaat inpakken. We gaan er wel ophouden. Voor morgen basisstof 6. Nee, voor vrijdag is dat hè, basisstof 6 en de opdracht die erbij hoort. En dan gaan we verder. Ja? Zon, de aarde. Ja, je zit hier normaal nog. En waar is de aarde? Ik heb Pluto. Jupiter. Nou, Pluto hoort er niet meer bij, hè? Nee, maar Pluto gooien we eruit als planeet. Pluto gooien we eruit als planeet. Wat heb je nu nog voor les? Weer meneer de Vries. Jullie zitten wel lekker hier. Huh? Ja. Ik hoor dit, elke dag. Hey, moesten wij wat doen voor Spaans? Vast wel, hè? Wat dan? In het boek? Ja, dankjewel. Maar uit het boek. Wat ga je hier? Dat zou ik wel eens even gaan doen. 2, 3 en 4. En ja, heb je ook horen gehad vorige keer? Maar die hebben getallen gedaan. Oh ja, getallen. Iedereen? Wel. Dus die moet ik eigenlijk ook leren. Ja, maar ja. Oh, als jij niet weet. Jerry. Hey, meneer, laat jullie hem even heel. Ja. Want ik kan je nu aanklagen. Hè? Je wordt van voor en van achter allebei gefilmd. Oh, jullie moeten nog een uur hier zitten. Dat is wel ellende, zeg. Dat mag ook niet. Gewoon bij cola. Bij de cola. Gaat het goed nu met jou in de les? Ja. Veel beter, hè? Dat is vorige keer gewoon niet lekker. Ja, nee, maar nu is het niet echt meer met de bloed. Als we straks practicum krijgen, zelf even in de gaten houden. Want ik bedoel, je krijgt gewoon inleiding. En anders ga je gewoon met dat hard, ga je gewoon tekeningen maken. Maar ja, denk er zelf aan. Want als ik jou zie zitten, denk ik eraan. Maar voor je het weet ben je al van je kruk gevallen. Ja, nee, maar het gaat nu wel weer. Ja, dat gebeurt elk jaar wel weer een keer dat iemand weg. Ja, dat is goed. Dan houden we het weer. Werkweek toen met je bloedcapsules. Toen je? Met je bloedcapsules. Ja, was jij dan? Nee, was ik hier. Ja, maar ja, vind je het gek? Oh nee, stel! Wat is er gebeurd? Nee, maar... Waskamer, helemaal. Maar weet je, het is gewoon... Hysterisch. Nee, maar het is gewoon heel makkelijk om iemand zo voor de gek te houden. Je was niet hysterisch, maar het is gewoon... Nee, maar weet je... Nee. Maar het zijn gewoon geintjes. Ik bedoel, met hockeytrainen of zo halen ze de trappen ook wel uit. Als er een keer echt wat gebeurt, dan denk je op een gegeven moment, ja, doe. Het is weer een geintje van die en die. En dan laat je mensen staan.
Maar hoezo? Jongen, ik zeg dat er een wolf achter hem aan zat. En ik zat echt heel erg gemaakt. En toen? Ja, en toen wilde niemand hem meer helpen. Ja. Nee, maar dat zijn ook grapjes waarvan ik denk, nou ja, dat... Dat was wel goed. Ja, hij was heel dankbaar. Hadden we bij Martijn ook gehad, want een beetje zou hebben gelijk. Ja. Hadden we iedereen stink op kou. Oh ja, Martijn, ja, het is op. Maar ik bedoel, wat zou jij doen op zo'n moment? Ja, je gaat niet tegen iemand zeggen van, nou ja, goed, ik geloof niet te snap of zo. Want zag gewoon echt. Hey, ga je even luchten, want jongens, je mag even ademhalen weer. Dus moet die oude meneer De Vries zo met jullie. Ja, dat ga ik doen. Dankjewel. Kom ik naar de spullen inleven, denk ik. Hij haalt me af. Hè? Bliep, bliep, bliep. Ja, ik ben wel benieuwd als het terrasje ook. Weet je, op zo'n moment denk ik, oh ja. Maar goed. Ja, op zich is het gewoon heel standaard. Lesje, opdracht bespreken, dingen doen. De ene kant dingen doen, de andere kant doen dingen. Ben je nu gewoon de vier panelen hier? Nou, ik heb hiernaast les. Nee, dus ik zit in lokale lessen. Ja, dan is pauze voor ons, hè. Dus ik loop wel even langs. En dan kan ik even kijken of jullie wat spreken. Ik vind het leuk om heel erg over te hebben. Ik breng dit weer even aan voor de volgende les. Ja, dat is goed. Ja, dat vind ik ook wel leuk. Dan spreek ik gewoon eens. Yes, Messi. Hey, wat tof. Kijk, dat is pas teamwerk. Het zijn geen dieven. We moeten wel wat houten leren. Oh ja? Ja. Een paar buiten. Daar hebben we twee de laatste. Oh nee, de ene buiten. Oh shit, dat is geregistreerd. Dat is nou geregistreerd. Dit gaat me geld kosten. Oké, hè? Ja, hé, wat dacht je dan? Nee. Ja. Dat zou je dan toch moeten begrijpen. Ja. Nee.